We staan voor een grote uitdaging, mensen. Ik ben vandaag hier met jullie omdat we beslissingen moesten nemen over twee hele belangrijke verkiezingen dit jaar. Als wij deze afspraak niet hadden, zou ik vandaag niet hier zijn, maar 1100 kilometer naar het oosten. Want daar is vandaag in Gdansk iemand begraven die stond voor de waarden waar wij in geloven. Pavel Adamovic was burgemeester van Gdansk. Hij weerstond alle nationalistische, conservatieve stormen. 20 jaar lang wist hij iedere keer weer iedere verkiezing te winnen. Door nooit mee te huilen met de wolven in het bos. Als er een campagne ontstond met gevuld van homohaat, dan organiseerde hij zelf een gay pride. Als er een campagne ontstond om haat tegen moslims en vluchtelingen op te kloppen, dan zocht hij burgemeesters bij elkaar in Polen en stuurde ze een brief en zei: stuur de vluchtelingen naar ons toe. Hij zei altijd: ik ben Europeaan, ik kom uit Gdansk, ik ben Pool, ik sta voor Europese waarden. Ik wil jullie vragen, aan het begin van mijn verhaal, even stil te staan bij deze grote Europeaan, bij deze grote humanist, en hem een applaus te geven voor alles wat hij voor ons gedaan heeft. Mensen, dit horen ze tot in Gdansk. Het laat ook zien hoe ondeelbaar onze Europese samenleving is. Ik wil niet ingaan op de motieven van de moordenaar en hoe het zover gekomen is. Maar één ding wil ik wel zeggen. Het is in deze samenleving waar heel veel mensen zo onzeker zijn, veel te makkelijk geworden om haat op te kloppen. En we moeten ons realiseren dat de vrijheid van meningsuiting een heel groot goed is. Maar we moeten ons ook realiseren dat terreur, geweld, begint met woorden en vervolgens tot daden komt. Je ziet het ook met het jihadistisch geweld door Europese jongeren. De ideeën doen ze op internet, waarin ze worden opgestookt met woorden, met beelden. En pas dan gaan ze tot daden over. Dus wij moeten onze woorden zorgvuldig kiezen. Woorden hebben effect. Je kunt zeggen, ja, maar verstandige mensen gaan daar toch niet op ageren. Maar niet iedereen is even verstandig. En sommige mensen zien een oproep tot fysiek geweld als of een emotionele uithaal naar fysiek geweld, van de gebruik van fysiek geweld, als een rechtvaardiging voor fysiek geweld. Dat moeten politici zich realiseren en daar verantwoordelijk naar handelen. Ik zeg dat ook omdat ik zie dat in ons continent, in Europa, en onze Europese Unie, de verdeeldheid zo makkelijk is op te kloppen. Kijk naar het Verenigd Koninkrijk. De Brexit-discussie die nu al 2,5 jaar woedt. Verdeeldheid die daardoor veroorzaakt is, heeft een verlammend effect op de Britse samenleving. Grote dingen die moeten gebeuren. De gezondheidszorg die moet worden hervormd. Het onderwijs dat onderhoud behoeft. De industrie die moet worden gemoderniseerd. Alles ligt stil omdat een samenleving bestaat uit twee kampen die tegenover elkaar staan en elkaar niet lijken te kunnen naderen. En ik zeg ook tegen de Britten vandaag: wij wachten geduldig, maar niet zo heel geduldig, dat jullie ons een indicatie geven hoe jullie uit deze situatie willen komen. Zorg dat je elkaar vindt in het lagerhuis rond een idee dat tot een oplossing zou kunnen leiden. En dan zullen jullie in Brussel en in de hoofdsteden van de andere lidstaten mensen vinden die bereid zijn om samen met jullie een oplossing te vinden. Niemand wil een Brexit zonder afspraken. Niemand. Dat is slecht voor het Verenigd Koninkrijk, dat is slecht voor de rest van Europa, is ook zeer slecht voor Nederland. Dus we hebben een collectieve verantwoordelijkheid om hier een gezamenlijke oplossing te vinden.
Maar de vorm van die oplossing die zal moeten worden aangegeven door de Britten zelf. En wat mij betreft is daar niets uitgesloten, behalve die dingen die ertoe zouden leiden dat er weer een conflict in Ierland ontstaat, of die ertoe zouden leiden dat in de Europese Unie de dingen die voor ons fundamenteel zijn, zoals de vier vrijheden, zouden moeten worden opgesplitst. Dat kunnen we niet doen. Maar als de Britten zouden besluiten, maar het is geheel aan hen, dat ze bij nader inzien bij de Europese Unie willen blijven, dan gaat bij mij de vlag uit. Zij zijn en blijven welkom als lid van deze familie. Zij hebben in de afgelopen 40 jaar samen met ons de Europese Unie vormgegeven. Ze hebben daar een waardevolle bijdrage aan geleverd. Ze hebben soms geremd, maar soms hadden ze gelijk om te remmen. Ze hadden soms ook ongelijk, maar dat geldt voor iedereen. Maar uiteindelijk vonden we altijd compromissen die werkbaar waren. En ik wil dit zo nadrukkelijk zeggen, omdat als iets onze samenlevingen bedreigt, dan is het die politiek die gebaseerd is op het uitsluiten van de ander. Om te zeggen, mijn politieke tegenstander is niet meer mijn tegenstander, maar mijn vijand. Daar praat ik niet meer mee, die zie ik niet meer. En als hij niet wil doen wat ik wil, dan vergeet ik hem helemaal. In een context waarin de politieke tegenstander tot een vijand wordt gemaakt, is een compromis een nederlaag. Terwijl wij toch weten als sociaaldemocraten dat een samenleving die zo divers is als de onze alleen maar vooruitkomt op basis van compromissen, op basis van met elkaar rekening houden en samen oplossingen vinden. Dat is geen nederlaag, dat is een overwinning. En overal zie je diezelfde bewegingen. Of het nou de regeringspartij in Polen is, de regeringspartij in Hongarije is, een van de regeringspartijen of misschien wel alle twee in Italië, sommige andere bewegingen. Altijd is de ander de vijand waar je geen zaken mee kan doen, die moet uitsluiten. En wat kunnen deze nationalisten ontzettend goed? Dingen kapot maken. Dat kunnen ze ontzettend goed. Als een losgeslagen kleuter speelgoed kapot slaan. Wat ze niet kunnen, is dingen maken, dingen voor elkaar krijgen. En vroeg of laat zal de bevolking dat ook zien. En wat is dan de methode? Dan is de methode, ja, maar dat ligt niet aan ons. Dat ligt aan Brussel, of dat ligt aan de moslims, of het ligt aan de joden, of het ligt aan de homo's. Ze vinden altijd wel iemand die ze de schuld kunnen geven. En een politiek die gebaseerd is op dat principe, ik sluit de ander uit en het is altijd de schuld van een ander, die politiek die kennen we in de Europese geschiedenis en die is gedoemd te leiden tot ongelukken, die wijzen wij als sociaaldemocraten ten principale af. Partijgenoten, ik ben optimistisch over de mogelijkheden mensen daarvan te overtuigen. Wij wijzen die politiek af. Maar wij zullen nooit en nimmer de mensen afwijzen die denken via deze politiek hun idealen te kunnen realiseren. Die mensen blijven onze mensen, ook als ze vandaag niet op ons stemmen. En hopelijk kunnen wij ze met plannen confronteren, zodat ze weer terugkomen naar ons. Dat is de essentie van sociaal-democratische politiek. Het overbruggen van verschillen. Het opkomen voor de gemeenschap als geheel. Het zorgen dat niemand tussen de wielen komt. Het ervoor zorgen dat we ook op Europese schaal met elkaar rekening houden. Kijk eens even naar de uitdagingen waar we voor staan. Klimaatverandering. Een Amerikaanse president, de eerste in de naoorlogse geschiedenis, die oprecht schijnt te denken dat een verdeeld en zwak Europa beter voor de Verenigde Staten is dan een verenigd en sterk Europa. Hoe dom kun je zijn? In die zin heeft hij dezelfde agenda als de Russische president.
Dat is een agenda waarvan men uitgaat, wij worden er beter van als de Europeanen zwak en verdeeld zijn. Ik geloof niet in dat soort tegenstellingen. De internationale politiek is niet een zero-sum game, is niet een transactie waarbij je een flatgebouw neerzet. De internationale politiek is ruimte geven aan iedereen, respect hebben voor ieders verschillen, maar wel opkomen voor je waarden. Ervoor zorgen dat jouw vorm van samenleving een toekomst heeft. En als je ziet wat de uitdaging is die uit Amerika komt, uit Rusland. Als je ziet hoe China probeert de wereld steeds meer naar zijn hand te zetten. Als je ziet hoe groot de uitdaging is van de klimaatverandering. Als je ziet hoe groot de uitdaging is van het migratieprobleem. Dan is er toch maar één ding dat we als Europeanen kunnen doen. En dat is samenwerken met andere Europeanen om al die uitdagingen van een positieve antwoorden te voorzien. Dat is de enige manier voorwaarts. De aantrekkelijkheid van veel van deze nationalistische bewegingen in Europa heeft ook te maken met het feit dat men teleurgesteld is in ons. Teleurgesteld is in een politiek die er niet voldoende toe heeft geleid dat iedereen het gevoel heeft een eerlijk aandeel in de samenleving te hebben. En dan is de propositie van de nationalisten is, wij voeren jullie terug naar een glorieus verleden. En in dat verleden zit onze toekomst. Een verleden waarbij de witte man nog gewoon de baas was, de vrouw nog gewoon achter het aanrecht stond en de hele wereld zich richtte naar de wensen van een kleine Europese groep. Als die wereld al heeft bestaan, dan heeft die toch vanuit onze sociaal-democratische traditie weinig goeds te bieden. Wij zijn een van de langst bestaande politieke bewegingen in de westerse wereld. 150 jaar sociaal-democratie. Maar de essentie van sociaaldemocratie voorwaarts niet vergeten. Niet vergeten betekent je geschiedenis kennen. Want als je die niet kent, dan kunnen de nationalisten van alles wijsmaken. Dat er inderdaad zo'n glorieus verleden was. Maar betekent ook jezelf niet opsluiten in je geschiedenis. Want dan ga je niet meer voorwaarts. Jean Jaurès die zei ooit een keer... Het is door naar de zee te stromen dat de rivier trouw blijft aan haar bron. En dat is de essentie van sociaaldemocratie. Wij moeten de toekomst vormgeven, niet het verleden. Wij krijgen alleen maar mandaat voor het vormgeven van die toekomst. Als iedereen voor zichzelf daar een eerlijk aandeel in ziet. Zo zie ik ook duurzaamheid. Zo zie ik ook klimaatakkoorden. Ik geloof er niks van dat mensen dit afwijzen omdat ze niet weten dat die transformatie nodig is. Mensen weten donders goed dat dat moet. Maar niet alleen in Nederland. Kijk maar naar de gele hesjes in Frankrijk. Niet alleen in Nederland, niet alleen in Frankrijk. In heel veel landen wijzen mensen dingen af... als ze het gevoel hebben dat het aandeel dat gevraagd wordt niet eerlijk is. En zolang het bedrijfsleven niet op eerlijke manier ook wordt belast... en de burger ziet dat zij of hij wel al die lasten draagt... zal die burger dat afwijzen. En ik ben dus niet van de school die zegt... omdat men het niet lust op dit moment, moeten we het niet doen. Of moeten we het vertragen, zoals geloof Bolkestein schreef. En we moeten ook niet de illusie hebben dat Nederland het beste jongetje van de klas... Waarom is het eigenlijk altijd een jongetje? Maar goed. Ja. Ook die illusie moeten we niet hebben. Op heel veel terreinen, mensen, loopt Nederland achter in Europa met verduurzaming. We hebben een hele grote inhaalslag te maken. Daarom is het een jongetje. Maar als we die inhaalslag willen maken, moeten we iedereen daarin mee kunnen nemen. En daarom zeg ik, als je naar duurzaamheid kijkt, zetten wij als sociaaldemocraten sociale duurzaamheid voorop. Want met sociale duurzaamheid krijg je ook de grootst mogelijke groep mensen mee in al die andere duurzaamheidskwesties. Overigens zeg ik tegen Mark Rutte, bij de Partij van de Arbeid drinken we liever rode wijn. Wat bedoel ik met die sociale duurzaamheid?
Daar bedoel ik mee dat we voor eens en altijd vastleggen in Europa dat een 16-jarige jongen met een rugzak op zijn rug geen ondernemer is als hij pizza's naar iemand thuis brengt. Dat hij er ook recht op heeft als hij valt, dat hij beschermd wordt. Dat hij er ook recht op heeft dat hij als een gewone werknemer wordt gezien. Daar hebben de rechter nu, dankzij de rechter nu in Nederland een stokje voor gestoken, maar dat is in Europa nog lang niet geregeld. Dat moeten we gaan doen. Ik wil ook dat er een minimumloon komt in Europa. Dat is niet overal hetzelfde minimumloon, maar gerelateerd aan het modale loon. Overal. Waarom? Omdat je dan niet meer mensen voor 2 euro per uur kunt laten werken. Nergens meer in Europa. Kan niet. Ik zei daar straks al dat die nationalistische bewegingen ons willen terugvoeren naar het verleden. Wie zijn daarvan de grootste slachtoffers? 2 groepen. Vrouwen. Uiteraard. Zo'n homo mogen misschien nog net het stemrecht houden, maar dan houdt het ook wel op. En zelfs dat. We hebben onze eigen loonies ook nog, heb ik gehoord. Ik hoop dat net als in de Verenigde Staten eindelijk breed in Europa het besef doordringt dat het de eerste en belangrijkste slachtoffers van dit neoconservatieve denken, neonationalistische denken, de vrouwen in onze samenleving zullen zijn. Dat moeten we ons goed realiseren. En daarom hebben we dringend behoefte aan het versneld afbouwen van het salarisverschil dat er nog steeds is tussen mannen en vrouwen. 14% in Europa. Ik wil ervoor zorgen, samen met de sociaal-democratische vrienden in het Europees Parlement, dat tegen het einde van dit mandaat, van het volgende mandaat van het Europees Parlement, het verschil weg is. Het pensioengat in Europa tussen mannen en vrouwen is 40%, dames en heren. 40%. Onaanvaardbaar. Heeft te maken met allerlei breuken in de loopbaan van vrouwen. Heeft te maken met het feit dat de lusten en lasten van werk en gezin niet eerlijk worden verdeeld. Ik wil dat we veel verder gaan met ouderschapsverlof. Ik wil dat er zorgverlof komt in Europa voor iedereen. Als ik één ding heb gezien bij jonge vaders en jonge mannen, ze applaudisseren bij de gedachte dat zij ook meer papa kunnen zijn dan in het verleden. En dat is goed voor mannen en goed voor vrouwen. Ik wil ook een dwingend actieplan om het geweld tegen vrouwen te bestrijden. Er is ontzettend veel geweld tegen vrouwen. Sommige lidstaten van de Europese Unie gebruiken allerlei valse argumenten om de Istanbul-conventie, die bedoeld is om geweld tegen vrouwen uit te bannen, niet te ratificeren. Onaanvaardbaar. Geweld tegen vrouwen, of het nu seksueel geweld is of alleen fysiek geweld, is gebaseerd op de uitoefening van macht. Het is een machtsinstrument. En die macht moet worden gebroken. Gelijkheid tussen man en vrouw bestaat alleen als de macht, fysieke macht van mannen, niet wordt misbruikt om vrouwen eronder te houden. Dus een man die dat doet, moet daarvoor hard gestraft worden. Dat is een belofte die ik jullie doe. Het glazen plafond moet worden doorbroken. Ik wil dat er met spoed wordt gewerkt aan wetgeving. We hebben het op een vriendelijke manier geprobeerd. We hebben het ze zelf laten proberen te doen. Ze hebben het niet gedaan. Dan moet het maar wettelijk voor de was gelegd hoeveel vrouwen in boards zitten van grote bedrijven. Die diversiteit, die gelijkheid moet nu worden afgedwongen. We hebben geen tijd te verliezen. We kunnen niet 50% van onze denkkracht in de keuken laten staan. Onaanvaardbaar. Vrienden, er wordt al discreet op horloges gekeken, dus ik moet nu echt opschieten. De tweede groep waar ik mij zorgen voor maak en die ik ook zo graag zou willen mobiliseren. Want stel dat vrouwen doordrongen raken van wat we net zeggen. En ik denk dat we op het punt staan in heel Europa dat dat gaat gebeuren. En ze nemen de moeite om bij de 2 volgende verkiezingen naar de stembus te gaan, dan zullen we eens wat laten zien in de uitslag. Dat zou een enorm effect hebben op de uitslag. De tweede groep staat achter me. En ik vind het mooiste symbool voor mijn werk, en het geeft me veel kracht en het geeft me veel energie, is dat zoveel jonge mensen achter mij staan.
Ik zeg tegen iedereen van mijn leeftijd, iets ouder, iets jonger, want er zijn er ook nogal wat van in de zaal. Tegen iedereen zeg ik, realiseer je dat dit de eerste verkiezingen zijn waarin mensen mogen stemmen die in dit millennium geboren zijn. En tegen de mensen die in dit millennium geboren zijn, zeg ik, realiseer je, als je de kans laat lopen om te gaan stemmen, dat het de mensen zijn uit een vorig millennium die bepalen welke kant het op gaat. Realiseer je dat je stem zoiets is als je beltegoed. Dat geef je ook niet aan een ander. Want een ander zal het in jouw naam gebruik van maken, maar misschien niet in jouw belang. Realiseer je wat er voor jou op het spel staat. Je toekomst. En als wij als beweging, vanuit onze traditie, vanuit onze achtergrond, in de gaten hebben dat waar wij het nu over hebben, de toekomst is van onze kinderen en kleinkinderen, en dat wij bij de verduurzaming, bij internationale veiligheid, bij sociale eerlijkheid, bij de rechtsstaat, bij de rechten van minderheden, dat we dat allemaal doen, omdat we een samenleving willen achterlaten die beter is dan de huidige. En we doen dat ook met diegenen die straks eigenaar zijn van die samenleving. Dan maken we Nederland beter, dan maken we Europa beter. Ik wil op één ding afsluiten. Echt, sorry dat het zo lang duurt, maar af en toe heb ik de behoefte om wat te zeggen. Als iets ons definieert als Europeanen, dan zijn het onze waarden. Als iets ons als Europeanen heeft achtervolgd in onze geschiedenis, dan is het als we het zicht op onze waarden kwijtraken. Als iets mij heeft geleerd dat goed en kwaad in ieder mens besloten is en dat het een keuze van ons individuen en samenleving is of we dat goede of het kwade voorop stellen, dan is het de Europese geschiedenis van zeg de laatste 150 jaar. Ik ga volgende week naar Auschwitz. En dan ga ik de plek bezoeken waarin de agenten van een zeer ontwikkeld volk er geen enkel probleem mee hadden om medemensen op industriële wijze uit te roeien. Dat ontstaat niet van vandaag op morgen. Daar is een heel proces aan vooraf gegaan. Een proces van iedere keer een beetje menselijkheid van een ander mens afpakken. Hitler deed dat tussen 1933, toen hij aan de macht kwam, en 1938 bij de Kristallnacht. Toen wist hij, toen dat lukte, nu heb ik de Joden hun menselijkheid zo ver afgepakt dat ik ze kan gaan uitmoorden. Ik weet dat ik op een heel hard punt eindig. Maar ik heb ook in de afgelopen jaren een Europese Commissie in het behandelen van de vluchtelingencrisis gemerkt dat als wij Europeanen het zicht houden op de medemenselijkheid van de vluchtelingen en de migrant, ook als ze geen recht hebben op asiel, dan vinden we een oplossing voor dit probleem. Nemen wij echter uit angst voor onze eigen toekomst, uit angst dat wij overspoeld worden of dat onze identiteit wordt afgepakt, iedere keer een klein beetje menselijkheid van de medemens af, dan vroeg of laat kan hun lot ons niks meer interesseren. Zover mogen we het als Europeanen nooit laten komen. Zover mogen we het nooit laten komen. Dus Europese solidariteit bij het oplossen van dit probleem is essentieel voor onze toekomst. Want het ontnemen van de menselijkheid van een ander gaat ten koste van het verliezen van een stukje van je eigen menselijkheid. Dat wil ik niet voor ons, niet voor onze kinderen, niet voor onze kleinkinderen. Daar zal de Partij van de Arbeid altijd voor blijven strijden. Dank jullie wel. APPLAUS.